Het gaat om knallen met giertonnen en zelfgebouwde kanonnen waar Bloemen tegenop wil treden. Om een lanceerinrichting te maken met de inhoud van vele malen een normale melkbus, dat geeft natuurlijk een nog grotere knal. Kan ik me heel goed voorstellen dat het ontzettend leuk is. Ja, en dan komen er toch veiligheidsaspecten om de hoek kijken. En daar gaat de burgemeester nou eenmaal om. Bloemen wil mogelijk in de algemeen plaatselijke verordening vastleggen dat karbietschieten alleen nog met een beperkte inhoud mag. André Bouwmeester uit Veldhoek in de gemeente Berkelland knalt al jaren met een grotere eigen gemaakte bus. Hij vindt het allemaal wat overdreven. Ik ben er niet zo mee eens. We hebben, deze bus is wel groter dan een normale standaardbus, zeg ik eerlijk toe. Maar ja, het is goed veilig en ik denk dat misschien de hele grote bussen, zeg maar, daar praten we over 3000 liter. Hier praten we over 120 liter. Kortom, niet op alle slakken zout leggen en het vooral niet te streng maken. Burgemeester Bloemen laat het onderzoeken en dan is het besluit aan de gemeenteraad.